Goedemiddag, mijn naam is Michael Rubberman. Ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC. En ik zal u vandaag meenemen in de behandeling van infectieziekten middels antibiotica. Dit college is deel van een grotere reeks over antibiotica en verschillende infectieziekten, waarbij we de farmacotherapie van de meest voorkomende antibiotica zullen gaan doornemen en ook laten zien waarom en hoe deze antibiotica toegepast moeten worden op verschillende infectieziekten. Vandaag deel 1 over een basale microbiologie, resistentie en het maken van een geschikte antibiotica-keus. Per deel ziet u hier ook de leerdoelen. En vandaag dus deel 1, waar een aantal leerdoelen de passage gaan vertonen. En dit is eigenlijk wat u vandaag zult gaan meemaken. Laten we beginnen met deel 1 over de basale microbiologie. En eigenlijk hebben we het dan over bacteriën. En hier ziet u zo een bacterie. Dit is eigenlijk het beestje wat heel veel verschillende infectieziekten kan veroorzaken. En voordat we weten welke antibiotica nu het meest geschikt zijn, moeten we eigenlijk ook iets over dit beestje leren. En dit beestje bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende onderdelen. Heel veel hebben een peptidoglycaanlaag, daar gaan we het zo over hebben. Hebben nog een losse celmembraan. Binnen die celmembraan en peptidoglycaanlaag bestaat het uit cytoplasma, met daarin soms wat plasmides. Dat zijn eigenlijk kleine stukjes DNA die de bacterie vanuit de buitenwereld kan ontvangen. En dat bevat vaak ook zelf nog DNA. En al deze aspecten, al deze onderdelen van die bacterie zijn relevant om iets van te weten. Helemaal omdat dit vaak aangrijpingspunten zijn voor antibiotica. Nou, en als we kijken naar bacteriën, ja, met het blote oog zien we dan eigenlijk vaak dit, als ze opgekweekt zijn. Maar als we dan wat meer inzoomen en we gaan deze bacteriën kleuren, dan kunnen we wat meer zien van die bacteriën zelf. En eigenlijk de eerste en belangrijkste klassificatie binnen bacteriën is eigenlijk of een bacterie gram-positief dan wel gram-negatief is. Gram-negatieve bacteriën, die zullen op plaatjes roze worden. En gram-positieve bacteriën, die worden eerder blauw-paarsig. En waar heeft dat nou mee te maken? Dat heeft mee te maken met hun buitenste membranen. En dat ziet u hier op deze dia. Gram-negatieve bacteriën hebben namelijk twee membranen. In het blauw aangegeven een celmembraan, vervolgens een peptidoglycaanlaag. In het groen namelijk een hele dunne peptidoglycaanlaag. En daarbuiten nog een buitenmembraan, een extra bescherming voor deze gram-negatieve bacteriën. De gram-positieve bacteriën daarentegen hebben een binnenste celmembraan, hier in het blauw aangegeven. En daarbuiten een dikke peptidoglycaanlaag, aangegeven met die grijze bolletjes. In tegenstelling tot die gram-negatieve bacteriën hebben deze dus niet nog een extra buitenmembraan. Dit maakt onder andere dat verschillende antibiotica verschillend op deze gram-positieve dan wel gram-negatieve bacteriën zullen gaan aangrijpen. En dat zullen we in deze college-reeks ook gaan zien. Naast dat we deze bacteriën een kleur kunnen geven, kunnen we ook op een andere manier kijken naar die bacteriën. We kunnen bijvoorbeeld kijken welke vorm ze hebben. Zijn ze rond, dan heten dat kokken. Zijn dat staven, meer langwerpig, dan noemen we dat staven. Maar sommige bacteriën hebben ook overige vormen. En dat ziet u hier aan de rechterkant, bijvoorbeeld een spirogeet of een helixvorm. Daarnaast is het ook belangrijk om te zien in welke ligging ze hebben. Liggen ze allemaal alleen? Liggen ze in een rijtje? Bijvoorbeeld een streptococcus, die ligt vaak in een rijtje, waarbij alle kokken op een rijtje liggen. Of is het meer bijvoorbeeld een stafylokok? Een stafylokok, dat lijkt dan meer op een druiventros, wat u hier kunt zien. En dat zijn meer eigenlijk groepjes bij elkaar. Nou, aan de hand van hoe ze liggen, welke kleur ze hebben, krijgen ze ook een specifieke naam. Hier ziet u een aantal veel voorkomende bacteriën.
Aan de bovenkant meer de blauw-paarsige gram-positieve bacteriën. En aan de onderkant de rozige gram-negatieve bacteriën. En u ziet dan ook de Staphylococcus aureus, een veel voorkomende gram-positieve bacterie, ligt vaak in groepjes. Het zijn kokken, ze zijn namelijk rond. En die zijn anders ten opzichte van de streptokokken, omdat de streptokokken allemaal in een rijtje achter elkaar aanliggen. Hier is een oefenvraag. U ziet hier aan de rechterkant een bacterie. En zou u op basis van de kleur en ook de ligging kunnen bedenken welke bacterie we hier zien. Geef u even een paar seconden de tijd. Eventueel kunt u de video even op pauze zetten. En dan geef ik zo meteen het antwoord. Nou, ik zal nu het antwoord geven. In dit geval ziet u bacteriën die over het algemeen paars zijn. Dus ze zijn gram-positieve. Daarmee vallen onder andere de E. coli al af. En je ziet dat ze niet per se in een rijtje liggen. Dus het is niet per se een streptokok. Maar het is eerder een stafylokok. Ze liggen in groepjes, ook wel druiventrosjes bij elkaar. En in dit geval zou dit een Staphylococcus aureus zijn. Op deze manier kunt u dat definiëren. Nou, los van al deze bacteriën is het handig om het een en het ander te weten over bacteriën. Waar komen ze voor? Wat is nou het meest voorkomende plek waar deze bacteriën zich ophouden? Daarmee kunt u ook beredeneren wat voor type infecties het zullen geven. Nou, hier een plaatje van het menselijk lichaam. En u kunt zien welke verwekkers nu de meeste infecties van dat orgaan geven. En de community-acquired pneumonie geeft zowel een gram-positieve paarse Streptococcus pneumoniae infectie, maar ook een aantal gram-negatieve infecties, zoals de Haemophilus, de Moraxella catarrhalis en de Legionella pneumonie. U ziet ook dat de huidinfecties met name gram-positief zijn en urineweginfecties dan weer gram-negatief. Namelijk, ze zijn rols. En het is handig om per plek en per infectie een beetje te weten wat de meest voorkomende verwekkers zijn. Met name omdat daar ook de antibiotica tegen gericht zijn. En een hele grove regel die u niet overal kunt gebruiken, maar als u het echt niet zou weten en u zou het moeten gokken, dan is het een belangrijke regel: aan de buitenkant van ons lichaam zitten meer gram-positieve bacteriën. En aan de binnenkant in ons lichaam, bijvoorbeeld in onze darmen, zitten meer gram-negatieve bacteriën. En aan de hand daarvan kunt u een klein gokje wagen. Hij is zeker niet altijd betrouwbaar, maar als u een gokje moet wagen, dan is dit het beste waar u op zou kunnen afgaan. Laten we verder gaan kijken naar de resistentie. Want de eerste vraag die u moet stellen is: waarom wil een bacterie resistent worden? Een bacterie is net als een mens, die probeert zich te vermenigvuldigen en die ziet eigenlijk de mens eigenlijk als een limiterende factor, want wij als mens hebben antibiotica bedacht die eigenlijk de bacteriën schaden. En die is die bacterie die wil ook verder leven en die gaat dus proberen onder de antibiotica uit te komen. En daarvoor probeert hij een bepaalde resistentie op te bouwen. Daar hebben we heel veel verschillende vormen van resistentie. Sommige bacteriën zijn intrinsiek resistent tegen bepaalde antibiotica. Dit betekent eigenlijk dat ze van nature daar resistentie tegen hebben. Dus die antibiotica die zal de bacterie nooit schaden. En die is eigenlijk geboren met die vorm van resistentie. En een belangrijke vorm is bijvoorbeeld dat gram-negatieve bacteriën altijd ongevoelig zijn voor het antibioticum penicilline. Belangrijk daarbij gezegd hebbende is dat die penicilline echt het middel penicilline is en niet te verwarren met de groep penicilline antibiotica. Nou, en hoe kunnen we dit nou verklaren? In de eerdere dia's hebben we laten zien dat een gram-negatieve bacterie twee celmembranen heeft en daartussen een dunne peptidoglycaanlaag. De gram-positieve bacteriën had een binnenste dunne celmembraan en daarbuiten een dikke peptidoglycaanlaag. De ouderwetse penicilline grijpen met name aan op deze peptidoglycaanlaag.
Je kunt dus wel nagaan dat ze bij een gram-positieve bacterie veel meer effect hebben dan bij een gram-negatieve bacterie. Immers, de gram-positieve bacterie heeft die dikke peptidoglycaanlaag. Als je daarmee gaat morrelen, dan heeft dat veel meer effect dan die dunne peptidoglycaanlaag te morrelen bij een gram-negatieve bacterie. En sterker nog, er zit nog een buitenmembraan op waar die penicilline vaak niet doorheen komt. Naast deze intrinsieke ook wel natuurlijke resistentie, kunnen bacteriën ook in het loop van hun leven, of bij het vermenigvuldigen, resistentie verwerven. Ook hierin onderscheiden we twee verschillende soorten. Verticale transmissie, of ook wel horizontale transmissie. En in de volgende dia's zal ik u meenemen wat het verschil ertussen is. Als we kijken naar verticale transmissie, heeft dat eigenlijk te maken met mutaties die optreden. Je moet zich realiseren dat een bacterie in 12 uur wel 12 keer kan delen. Dus van 1 bacterie op tijdstip 0 kan 12 uur later kunnen 6 tot bijna 7 tot de macht 10 bacteriën ontstaan. Dus een enorme mogelijkheid om te repliceren. En bij elke vermenigvuldiging van die bacteriën is er een kans dat er een mutatie ontstaat. In 99% van de gevallen zal die mutatie iets slechts zijn voor die bacterie, waardoor die een negatief gevolg heeft, waardoor die minder goed kan groeien, waar die misschien wel eerder dood zou gaan door antibiotica. Maar in een heel klein geval van die mutatie zal het iets positiefs opleveren, waardoor deze bacterie misschien wel resistent wordt tegen bepaalde antibiotica. En juist die bacteriën, die gaan zich dan weer sneller vermenigvuldigen, want die hebben dan een voordeel in een situatie waarbij de antibiotica wordt gegeven. En die zullen zich dan weer verder gaan uitgroeien, terwijl zijn broertjes die mutatie niet hebben opgelopen, ja, die zullen ten gronde gaan door de antibiotica. En dus verticale transmissie is eigenlijk het gevolg van mutatie en eigenlijk ten gevolge van foutjes bij het kopiëren, die in de bacterie zijn voordeel werken. Daarnaast hebben we horizontale transmissie, ook wel besmettelijke resistentie genoemd, waarbij die bacterie vanuit de omgeving informatie, DNA, een plasmide kan opnemen of aangereikt krijgt van een andere bacterie, zodat die een bepaalde resistentie kan ontwikkelen. Dus bij transformatie krijgt deze bacterie onder andere een plasmide vanuit zijn omgeving, neemt hij dat op. En op dat plasmide staat bijvoorbeeld een eiwit, wat dan die bacteriën weer resistent maakt tegen bepaalde antibiotica. En niet alleen mensen, maar ook bacteriën kunnen besmet worden door virussen. En virussen injecteren dan een klein stukje DNA in die bacterie. En in sommige gevallen kan die DNA, dat stukje DNA, coderen voor een eiwit waar die bacterie dan weer resistentie voor gaat krijgen. Waardoor die bacterie dan weer resistent kan worden tegen bijvoorbeeld antibiotica. Als laatste is de conjugatie. Dat is eigenlijk het praten, ook wel het seks hebben van bacteriën. En die bacteriën geven dan bepaalde plasmides of informatie aan elkaar over, waardoor ook degene die die informatie verkrijgt ook resistent kan worden tegen bepaalde antibiotica. En deze drie vormen tezamen noemen we dan horizontale transmissie. Tegenovergestelde van de verticale transmissie die meer met mutaties te maken had. Nou, dat is eigenlijk hoe een bacterie die informatie en die resistentie verwerft. Maar wat is dan die resistentie? Nou, hier zien we een bacterie en drie veel voorkomende resistentietypes. En die bacterie kan bijvoorbeeld een heel groot fort om zich heen bouwen, zodat die beschermd is tegen het binnendringen van antibiotica. Die bacterie die kan bepaalde stofjes aanmaken, zodat die antibiotica kan kapotmaken. Maar er zijn ook heel wat bacteriën die bijvoorbeeld pompen neerzetten op hun celmembraan. En als die antibiotica dan door het celmembraan heen gaan, pompen die antibiotica gewoon weer naar buiten, waardoor die antibiotica geen mogelijkheid hebben om die bacterie schade te kunnen doen. Nou, als laatste kan bijvoorbeeld die bacterie zijn aangrijpingspunt veranderen.
waardoor die antibiotica niet goed meer op die plek aangrijpen, waardoor ze eigenlijk overbodig zijn geworden. En dus dit zijn enkele vormen van resistentie die bacteriën kunnen verkrijgen of door mutaties of door horizontale transmissie. En als gevolg daarvan zijn er enkele hele resistente bacteriën geworden. Je ziet hier er een aantal, mogelijk herkent u er een aantal. En dit zijn veel voorkomende en echt gevaarlijke bacteriën geworden, die voor heel veel antibiotica resistent zijn geworden. Misschien wel de meest bekende is de methicilline-resistente Staphylococcus aureus, ook wel de MRSA genoemd. Dan zullen we zo ook eens naar kijken wat en waardoor deze Staphylococcus aureus nou resistent is geworden. Maar misschien de meest voorkomende vorm van resistentie noemen we ook wel beta-lactamase. Beta-lactamase wordt ook wel de schaar genoemd. We zullen zo eens kijken waar dat precies op doelt. Want die beta-lactamases, dat zijn eigenlijk een hele grote groep enzymen die een bacterie kan maken, die eigenlijk gericht zijn tegen beta-lactam-antibiotica. En beta-lactamases, de azen, is eigenlijk een knipper in de geneeskunde. Dus overal waar azen achter staat, is een enzym dat iets kapot kan knippen. En in dit geval knipt het beta-lactam. En wat is nou die beta-lactam? Nou, beta-lactam-antibiotica hebben als gemene deler dat ze een beta-lactam-ring hebben. En hier op dit chemische plaatje kunt u zien dat, dit antibioticum een beta-lactam-ring heeft. En hoe kunt u dat herkennen? Dat is eigenlijk dat vierkantje in het midden, waarin die rechteronderhoek de N staat. Dat is eigenlijk de beta-lactam-ring. En dat is het essentiële gedeelte van het antibioticum. Als dit gedeelte niet aanwezig is, dan werkt het antibioticum niet. En u moet zich realiseren dat heel veel alle beta-lactam antibiotica hebben deze ring. En eigenlijk alleen die zijketens zijn ander. Dus als een bacterie iets kan maken dat die beta-lactam ring kapot kan maken, dan is dit antibioticum onwerkzaam. En dat hebben we in heel veel verschillende vormen. Kunnen die beta-lactamases, soms ook wel penicillinases of ESBL genoemd, kunnen die gemaakt worden. En hoe ziet het er nu uit? Een bacterie maakt beta-lactamase. Dat is eigenlijk de knipper, de schaar. Die knipt die beta-lactamring kapot. En u ziet wat het gevolg is. Aan de rechterkant namelijk het plaatje wat het gevolg is als een beta-lactamase is langsgekomen. Dat vierkantje met die N recht in de rechteronderhoek is nu kapot geknipt en is dus niet meer werkzaam. En dit is dus een van de manieren waarop resistentie te werk zou kunnen gaan. Namelijk die bacterie maakt beta-lactamase, ons antibioticum is niet meer geschikt. Als we dan in gaan zoomen op die peptidoglycaanlaag, dan kunnen we eens zien waar die beta-lactam antibiotica moet gaan werken. Hier hebben we wederom weer de buitenkant van een gram-positieve bacterie. En we zien die grijze knoopjes. En eigenlijk als we daar nog verder op inzoomen, dan zal dat er ongeveer zo uitzien. Dus per kralensnoertje ziet dat er zo uit. Er zijn eigenlijk twee lagen die aan elkaar verbonden zijn, eigenlijk gecrosslinkt zijn. En als we dan verder inzoomen en we gaan kijken hoe die crosslinking te werk gaat, zijn het eerst twee losse kralensnoeren die worden verbonden door middel van een PBP, ook wel een penicilline binding protein. En die penicilline binding protein die zorgt eigenlijk dat die twee kralensnoeren aan elkaar verbonden worden. Dus dit is ook weer een heel belangrijk enzym die zorgt dat deze twee kralensnoeren aan elkaar verbonden worden. Met andere woorden, dit zorgt voor de aanmaak van die peptidoglycaanlaag van die bacterie. Daar hebben wij beta-lactam antibiotica op gemaakt. Althans, daar zijn beta-lactam antibiotica voor, want die gaan eigenlijk die PBP inhiberen. Die zorgen ervoor dat ze op de plek gaan zitten waar deze twee kralensnoeren aan elkaar vastgemaakt worden, waardoor
deze twee kanaalsnoeren los van elkaar blijven. Met andere woorden, de aanmaak van die peptidoglycaanlagen, die zal niet meer goed gebeuren. En als dat niet goed gebeurt, dan heeft die bacterie, die heeft geen sterke peptidoglycaanlaag en op den duur zal die kapot gaan. Nou, sommige bacteriën, en met name dus die Staphylococcus aureus, die dachten, ja, dat is hartstikke leuk dat die mensen die beta-lactam antibiotica hebben gemaakt, maar ik ga gewoon mijn PBP aanpassen. En hier ziet u dat in het rood nu aangegeven. Die PBP is iets smaller gemaakt, waardoor die beta-lactam antibiotica niet meer past. En dit is eigenlijk het geval met de MRSA. De MRSA heeft namelijk die PBP aangepast, waardoor de beta-lactam antibiotica daar niet meer op kunnen aangrijpen. En dus heeft die bacterie daar wat op verzonnen. Op de antibiotica die wij hebben gemaakt. Nou, zo zijn er nog heel veel manieren van antibiotica-resistentie, maar deze twee zijn misschien wel de meeste waar u mee in aanraking komt. Mocht u er nou meer over willen weten, lees dan dit artikel waar het een en het ander staat over de meest voorkomende, ook wel de escape bacteriën. En dan kunt u zien hoe dit in zijn werking gaat. Gaan we nog even terug naar een vraag. Bij welke transmissievorm hoort bij verticale transmissie? Is dat transductie, conjugatie, mutatie of transformatie? Ik geef u even de tijd om na te denken. Eventueel kunt u de presentatie op pauze zetten en dan kom ik zo met het antwoord. Ik hoop dat u heeft nagedacht. Maar de transmissie die hoort bij verticale transmissie is de mutatie. En dat had te maken met het vermenigvuldigen van de bacteriën, waardoor er soms wel eens mutaties optreden die in sommige gevallen positief kunnen uitpakken. Nou, we hebben het heel lang over de basisprincipes gehad van resistentie. Maar belangrijk daarbij is eigenlijk dat hoe meer antibiotica er wordt gegeven, dat wordt ook wel antibiotica druk genoemd, hoe meer selectie van antibiotica resistentie. En hier ziet u in de loop van de tijd, met 5 jaar tussenposes, dat de carbapenem resistente Klebsiella pneumoniae in de tijd is ontstaan. En van 2010, waar u ziet dat in het zuiden van Europa het nog relatief goed gaat, een aantal groene landen, maar op den duur ziet u ook dat Roemenië, Bulgarije, Italië steeds donkerder rood worden. En waarbij de kans, de hoogte van de resistentie voor deze bacterie enorm toeloopt. Gelukkig zien we ook dat in Nederland en in Nederland omliggende landen het nog relatief laag is, dus nog relatief groen. Maar u zult zien dat ook in de loop van de tijd, als we hier niks aan doen, dat ook de andere landen donkerder gaan worden, meer naar het rood gaan neigen. Gelukkig werkt het ook omgekeerd. Ik zei net, hoe meer antibiotica gebruik, hoe hoger de resistentie, maar het is ook andersom waar. Hoe lager het antibiotica gebruik, hoe lager de selectie van antibiotica resistentie. En probeert u eerst eens na te denken over hoe zou dit nou ontstaan? Waarom neemt resistentie af in de loop van de tijd? Dat is toch handig om te hebben als bacterie, resistentie. Of zit er ook een keerzijde? Denkt u er eerst even kort over na, dan kom ik zo met het antwoord. Ik hoop dat u even heeft na kunnen denken. U moet zich realiseren dat die resistentiemechanismes veel energie kunnen kosten voor een bacterie. En dat is niet erg op het moment dat er antibiotica gebruik is. Want dan leveren die resistentiemechanismes op dat die bacteriën niet doodgaan. Echter, zonder antibiotica druk, dus als er geen antibiotica is, dan zullen andere collega-bacteriën die geen resistentiemechanismes hebben, die dus minder energie hoeven te besteden, dat kost dan ook minder energie en die zullen dus een voordeel hebben.
En dus eigenlijk het spaarzaam omgaan met antibiotica. Dus het kan een hele goede en zinvolle manier zijn om die resistentie te vertragen. En of zelfs ook terug te draaien, te verminderen. En dat is juist belangrijk, maar ook aan de andere kant heel moeilijk. Omdat er eigenlijk sinds 1980 of 1990 er een discovery void, ook wel een ontdekkingsleegte is. Er zijn niet heel veel nieuwe antibiotica sinds 1990 ontwikkeld. En dat is toch wel gek, hè? Dat is al 30 jaar geleden. En daar zijn een aantal redenen voor. En een aantal van die redenen zijn namelijk dat antibiotica weliswaar veel worden gebruikt. Maar je moet zich ook realiseren dat er eigenlijk geen enkele patiënt wekenlang achter elkaar antibiotica gebruikt. En als een fabrikant dan een nieuw antibioticum ontdekt, dan wordt die vaak helemaal achteraan in het rijtje gezet. En dan zal dat niet als eerste in de standaard komen te staan. Dus er zijn dan niet heel veel patiënten die die antibiotica krijgen die net ontdekt is. En sterker nog, die antibiotica worden dan vaak wel gebruikt in hele moeilijke situaties, waarbij bacteriën al heel veel resistentie hebben opgebouwd. En ook deze bacteriën hebben dan een grotere kans om ook resistent te worden tegen dat nieuwe antibiotica. En dus eigenlijk is er een situatie gecreëerd door richtlijnen en allerlei andere zaken, waardoor het ontdekken van nieuwe antibiotica niet winstgevend is. En dan moeten er andere manieren gevonden worden om antibiotica op de markt te brengen. Gelukkig is het nog niet zo heel droevig en zijn er wel al wat meer antibiotica in de laatste jaren ontdekt en komen ze ook langzaam op de markt. Maar bacteriën zullen nog steeds wel, ook al dat wij een discovery void hebben, gaan zij door met resistentieontwikkeling. Dus we lopen eigenlijk wel achter de zaak aan. Als laatste wilde ik in dit deel patent maken hoe u een goede onderbouwde antibiotica-keus kunt maken. Nou, heel vaak maken we daarvoor gebruik van richtlijnen. Bijvoorbeeld de huisartsenrichtlijn, specialistische richtlijnen of ook heel vaak het SWAP. SWAP, eigenlijk het antibiotica-boekje, wordt in heel veel ziekenhuizen gebruikt en is een goede manier om de juiste antibiotica te kiezen. Maar los van deze richtlijnen is het wel belangrijk om te weten waarom deze richtlijnen nu voor deze keuze gaan. Daar ga ik u het een en ander over uitleggen. Deze richtlijnen maken namelijk gebruik van een aantal stappen. En de eerste stap daarin is te kijken wat nou de vermoedelijke verwekker van de infectie is. Nou, daarvoor hebben we net al het een en ander aan plaatjes laten zien. En is het dus belangrijk om een beetje te weten welke bacteriën op welke plek zich huishouden en welke infecties ze geven. Staphylococcus aureus zal voornamelijk huidinfecties geven, maar kan bijvoorbeeld ook een endocarditis geven. En naast de aureus op de huid zien we ook heel veel streptokokken op de huid. En dus op deze manier kunt u een beetje inschatten wat de kans is. Als er een huidinfectie is, dan zal een grote kans zijn dat het een staphylococcus of een streptokok aanwezig is. Naast dat u moet weten wat de vermoedelijke verwekker is, is het ook belangrijk om te weten of er een grote kans is op resistentie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat als iemand naar een buitenland gaat, bijvoorbeeld naar het zuiden van Europa of naar Azië of Afrika, daar kunnen anderen een hogere concentratie bijzonder resistente micro-organismen zijn, waardoor er een grotere kans is dat u dat ook ontwikkelt. Of ook een bacterie heeft met zo'n hoge resistentiegraad. De derde stap die je moet afvragen is, als ik dan een antibioticum heb, komt die dan wel aan op de plek van de infectie? Die gaan we bij de behandeling van de ziektebeelden. In de volgende delen gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar je moet zich onder andere nadenken over, is mijn antibioticum lipofiel, houdt het van vet? Is het hydrofiel, houdt het van water? Gaat het bijvoorbeeld door de bloed-hersenbarrière heen? Dus als u een intracerebrale infectie heeft, dan moet u zich daar rekening mee houden. Kan ik het bijvoorbeeld smeren als het een oppervlakkige huidinfectie is? Of moet ik het echt oraal geven? Of juist intraveneus? En sommige aandoeningen kunnen het nog wel eens bemoeilijken.
Bijvoorbeeld een absces is vaak moeilijker te behandelen. Ook een holte, die bijvoorbeeld gevuld is met pus, maakt het dat antibiotica minder goed op die plek aankomen. Nou, deze eerste drie stappen die worden vaak gekoppeld en die worden vaak het empirisch antibioticumbeleid genoemd. Maar naast die drie stappen is het ook belangrijk om te realiseren, als we dan eenmaal een antibioticum hebben bedacht, is dat antibioticum dan wel veilig voor de patiënt? Daarvoor gebruiken we dan vaak de WHO-6-step. En met name kinderen, zwangeren, of hele oude of hele jonge mensen, of mensen met een bepaalde co-medicatie of nierfunctiestoornis, dan moet er soms nog eens overwogen worden om een andere dosering of een ander antibioticum te kiezen vanwege die comorbiditeit. En als u deze vier stappen elke keer gaat aflopen, dan zult u zien dat u op een hele goede, onderbouwde antibiotica-keus kunt komen. En mijn tip is dan altijd, doe eerst deze vier stappen en ga dan kijken in de richtlijn. En vaak zult u zien dat u op basis van deze vier stappen hetzelfde heeft bedacht als wat die richtlijnen hebben bedacht. Nou, deze vier stappen gaan we ook behandelen in de behandeling van verschillende infectieziekten in de laatste vier delen. En ik hoop dat ik u hiermee een inkijkje heb gegeven in antibiotica. En ik hoop dat u ook de volgende delen bekijkt. En een fijne middag.